Traditioneel gezien, als je kijkt naar een automaat, is die helemaal gevuld met suikerhoudende dranken of met snoep. En daar willen we verandering in brengen. Dus we gaan vandaag de gezondste automaat van België lanceren. Die automaat is gevuld met allemaal producten die een gebalanceerd dieet vertegenwoordigen. Op gezondheid staat er geen exclusiviteit en vandaar hebben we voor dit project enorme samenwerkingen opgezet met verschillende partners. Er waren partners van Coruit Groep die ons hebben ondersteund. Zo heb je Solutions, die verantwoordelijk is voor alles van logistiek, dus het bijvullen van onze automaten, het beheer van onze voorraad. En we hebben ook een samenwerking met Smart Technics, dat is de innovatiehub van Coruit Groep. En zij zijn verantwoordelijk voor het maken van de slimme frigo's, de slimme koelkasten. Wel, het is mogelijk om één of meerdere producten te kiezen. De machine detecteert aan de hand van het gewicht welk product wordt gekozen. Je kan ook bijvoorbeeld één product nemen, bekijken en terugplaatsen. En je kan achteraf dan kiezen welke je wil houden en worden afgerekend. Wat er meestal te vinden is in andere vendingmachines of in andere plaatsen, dat zijn niet echt de meest gezonde alternatieven. Dus daarom met projecten zoals dit, dat mensen ook overal bewuste keuze gaan kunnen maken voor hun gezondheid, fysiek, mentaal. En ik kan dat alleen maar aanmoedigen. Cela nous permet aussi de créer un lien avec nos clients. De leur donner des conseils concernant leur alimentation et éventuellement leur expliquer quels sont les contenus de ces produits-là. Met je gsm kan je de QR-code inscannen en kom je rechtstreeks op de mooie catalogus terecht waarbij dat er meer uitleg staat over alle producten die we in deze smart fridge hebben staan. Thrive is ook de gezondste bier van België. We zijn eigenlijk heel gelukkig om samen te werken met James. Om de mensen meer en meer gezond te laten leven, ook gezonder te eten en te drinken. En Thrive is eigenlijk een perfecte oplossing om een gezond biertje te drinken na het sporten.